er zit een bepaalde kracht in die het erin zuigt. Ik ben Helle Jongerius en ik ben ontwerper. Ik ben nu bezig in TU Eindhoven met een groot geweven 3D-object. Wat geweven is over 2 verdiepingen, 9 meter hoog. Dat begint boven in het Neurongebouw. Dat is een modernistisch, brutalistisch gebouw. Het is gebouwd eigenlijk om computeropslag te hebben toendertijd. Want de computers waren toen heel groot, dus het was eigenlijk alleen maar een datacentrum. Waarvan ik denk, dat is interessant om het hele gebouw te nemen als getouw. Als ophanging en ook te kijken naar de architectuur en daar een object in te weven. Ik vind het interessant dat je blijft zien dat het bij elkaar hoort, maar dat er een hele andere materiale taal gesproken wordt. Dus de vervreemding maakt dat het een object is waar je langer naar kijkt en dat je misschien wel tot nieuwe gedachten komt omdat het toch disruptief is of vervreemdend werkt. En ik denk dat ook de kracht is van kunst. Zoiets maak je dan in klein, want het is toch wel een nieuwe techniek die we ontwikkeld hebben. Want normaal is weven X-Y-as, nu hebben we de Z-as erbij ontworpen. Als je in een ontwerpproces begint aan zoiets, want we wisten natuurlijk niet dat er uiteindelijk een kubus uit zou komen. Dus eerst verdwaal je heel lang. Heel lang verdwaal en dan op een gegeven moment halen we de techniek erbij en ja, je kan wel dat willen, maar dat kan helemaal niet. Dus ga je het in de techniek oplossen en dan kom je tot dit ontwerp, tot die kubus op zijn kant. Meteen was het dat we voelden, ja, dit is hem gewoon. Ik vind het altijd heel fijn als mensen zelf echt ook hun gang kunnen gaan. En dat is een team die al wat langer bij me is, van jonge talentvolle ontwerpers. En een aantal zijn heel abstracte denkers. En mensen die meer een tactiele gevoel hebben, kleuren, meer in de esthetische kant goed zijn en slimme handen hebben. En ook dat hele idee van wat vroeger ook weven was en in het textiel werken, dat je als een sociaal samen iets maakt. Daar is hij wel heel strak, dus wie weet kunnen we nog hier aantrekken. Gaat hij dan een beetje strak? Ja, maar waar strak? Oh ja, dat zou nog wel kunnen, ja. Ja. Dan wordt hij wel strakker, ja. Veel strakker. Al die fringes, hier het satijnband, wat dan de glans heeft met een beetje van dit... Koude vlak. Ja. We zijn 1,5 jaar mee bezig geweest. Het moet allemaal ontspannen staan, het moet niet te gespannen zijn, want het moet toch weefwerk blijven, het moet toch textiel blijven waarin een zachtheid zit. Als je de techniek hebt opgelost, dan ga je weer zoeken naar, ja, hoe kan je iets wat je zo doordacht hebt, dat daar een soort zuurstof in blijft, waardoor het blijft communiceren en niet zo af is. Het is de eerste keer dat ik met een universiteit gewerkt heb. Er lopen daar een heleboel studenten en die zitten daar te werken. En ik vind wel opvallend dat heel veel mensen even er naartoe lopen, naar het atrium, en dan zo naar beneden kijken. Dus het trekt wel heel erg aan. En wel vragen van, ja, over kunst, hè. De verwondering van, ja, waarom, hè? Zo, waarom moet dit? Dit is toch interessant. Zij zitten toch voornamelijk in een digitale wereld, dus ik kan niet in die hoofden kijken, maar kunst in general denk ik dat het, out of the box, hè? Creatief denken, denk dat dat belangrijk is voor technische koppen. Ik hoop toch dat er creatieve technische mensen komen, omdat we voor een nieuwe digitale werkelijkheid staan, waarin artificial intelligence groot gaat worden. En als het alleen maar heel erg factueel is en geen creatieve gedachtes over zijn, dan ja, denk ik dat we daarin iets in gaan missen. Het is voor nu heel erg goed, maar het zou morgen gewoon weer helemaal anders kunnen. En dan ben ik ook tevreden.